Dit programma wordt u aangeboden door Drukkerij Rijkers, Werbels Planet en Dame Computerservice Uden. Maandag 25 september was de officiële start van het deelautoproject Uden Duurzaam op weg. Uden wil koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. Het deelautoproject, dat een initiatief is van de gemeente Uden, Area en de IBN, past daar prima in. Vanaf nu kunnen alle medewerkers van de drie initiatiefnemers dan ook gebruik maken van de 14 deelauto's. Bij de officiële opening in het gemeentehuis was dan ook aanwezig gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, mevrouw Spierings. Wat fijn om hier vanochtend in Uden te mogen zijn. Want het lijkt misschien een klein project, een elektrische deelauto. Maar het is o zo belangrijk als wij in Brabant energie-neutraal willen worden. En Uden heeft de spannende doelstelling om dat al in 2035 te bereiken. In Brabant gunnen we ons iets meer tijd. Die hebben de doelstelling op 2050 gesteld. En dat is best een uitdaging als je wat grote industrie in de provincie hebt. Hoe gaan we bij 2050 komen? Dat is dan de grote vraag. Nou, we hebben dat langs 5 inhoudelijke pijlers georganiseerd in ons uitvoeringsprogramma Energie, waarvan vervoer, transport er 1 van is en een hele belangrijke. En daar kom ik zo even op terug. Een andere belangrijke die door alle inhoudelijke pijlers heen loopt, dat is wat wij sociale innovatie hebben genoemd, maar eigenlijk is het gewoon slim samenwerken. Want als je doelstellingen rondom energie-neutraal worden wilt bereiken, dan kun je dat niet alleen. Dan heb je leiderschap nodig en mensen die dat met jou willen oppakken. En dat gaat nooit vanzelf en daar zitten altijd uitdagingen in. Soms is dat een gemeente met bedrijven, woningcorporaties. Soms zijn dat ook energiecoöperaties die zoiets oppakken. In de gemeente Haren is bijvoorbeeld juist de energiecoöperatie degene geweest die met de elektrische deelauto's voor de inwoners is gestart. Jullie starten aan de andere kant bij overheden en bedrijven om het samen te doen, om vervolgens de inwoners erbij te vragen. Een elektrisch deelautoproject is natuurlijk ook heel leuk voor de uitwisseling tussen mensen, de onderlinge contacten, en zeker als je dat straks ook met de inwoners gaat uitbreiden en je er concepten aan koppelt dat bijvoorbeeld iemand die jong is bonuspunten kan krijgen op het moment dat hij zijn oudere buurvrouw naar het ziekenhuis brengt of naar de huisarts of naar de markt die er vanochtend ook is. En zo kun je met een elektrische deelauto verschillende kansen, verschillende uitdagingen aan elkaar koppelen en echt het verschil gaan maken. En ik ben dan ook heel blij dat ik vanochtend hier mag zijn om samen met jullie de kick-off van dit project te geven. Ik wens jullie heel veel succes toe in de uitbreiding van dit project. Ik hoop dat vele gemeentes volgen en dat vele inwoners zich snel aansluiten. En je weet dat de energiecoöperatie ook wel denkt van wow, dit is leuk, hier willen we onze schouders weer onder gaan zetten. Ik denk dat we daar ook iets van willen komen. Gaan we dat doen? Bij deze kunnen we op pad. Schoon op weg, dat is het zeker met deze elektrische auto's. Maar wat betekent dit nu voor Uden? Dit is een stap in de richting van zeg maar dat de overgang is van eigendom naar gebruik. Dat vinden we erg belangrijk en het zal ertoe leiden dat er op den duur minder auto's ook gaan rijden. Dat is geen doel op zich, maar dat, kijk maar naar als iemand een auto heeft, dat het grootste deel van de dag staat hij gewoon stil en wordt zelden gebruikt. Je gaat ergens naartoe, dan staat je weer heel veel uren, et cetera. We beginnen ook in eerste instantie bij zeg maar de organisaties IBN, Area en de gemeente. Er worden heel veel werkkilometers gereden. En we hebben gezegd van nou, dat zou eigenlijk ook best wel minder kunnen wanneer de auto die dan voor die werkkilometers wordt ingezet ook door veel meer mensen wordt gebruikt. Dus dat betekent, het is goedkoper, het is schoner, want het is all electric. Dus dat betekent compleet elektrische auto en een prettige bekomstigheid van deze auto ook, is dat die bijna vanuit afval is opgebouwd. Dus dat betekent dat afval eigenlijk niet meer bestaat. Dat is eigenlijk gewoon een grondstof voor deze auto's ook weer geweest. Wat er op den duur, zeker wanneer inwoners ook betrokken worden bij dit project, dat zal ook niet zo lang meer duren. Dat zij ook gewoon overdag, avond en weekend die auto kunnen boeken, want dat is een soort boekingssysteem. Dat wanneer je een tweede auto elke keer erop nahoudt, dat die tweede auto ook niet meer nodig is. En op den duur, als je het heel slim gebruikt, dat je misschien je eerste auto ook niet meer nodig hebt. Maar dat is misschien nog voorlopig een stap te ver. Aan de andere kant zien we ook dat mensen met een kleine beurs misschien wel een rijbewijs hebben en af en toe een auto huren. Vrij kostbaar. Dan kan je veel beter lid worden van de coöperatie. En dan ook de auto gewoon gebruiken. Waardoor je goede mobiliteit hebt, van A naar B kan komen. Dat is een voordeel. Last but not least, ik kijk ook even naar Odiliapeel, waar 's avonds na 6
en in het weekend geen bus meer rijdt. Nou, wat zou mooi zijn als je op een gegeven moment daar ook een paar deelauto's voor de gemeenschap er staan met laadpalen in Odiliapeel. En dat eventueel jongeren, ook bijvoorbeeld de buurvrouw, de buurman, zouden kunnen rijden ergens naartoe. En dat de jongeren ook nog weer bonuspunten heeft. En misschien ook wel, daar moeten we nog eens goed over nadenken, wat kilometers zelf opbouwt. Omdat hij ook voor anderen zich dienstbaar opstelt en dat je in het weekend weer goedkoper kan rijden. Dat zijn constructies die we over nadenken zijn. Maar dat betekent dat het gewoon een mooie aanvulling is ook op het openbaar vervoer. Ja, dat is